We gaan nu even naar Goorlen, want daar wordt op dit moment het sportpark gerenoveerd. De eigenlijke plannen om de gebouwen te verplaatsen gaan niet door. In plaats daarvan worden de bestaande gebouwen opgeknapt. Wij spraken iemand van VOAP over deze plannen. Nou, ook bij VOAP Goorlen wordt op dit moment druk gewerkt aan de renovatie van de kleedaccommodaties. Een aantal jaren geleden waren er nog plannen voor nieuwbouw op de locatie van het Riels Kwadrant. Nou, vanwege de economische crisis en de huizenmarkt die ingestort is, is dat verhaal niet doorgegaan. Toen is er gekeken van kunnen we wel geld vrijmaken voor renovatie van de gebouwen bij VOAP, GSBW en MHC. Want die kleedaccommodaties, als ik naar hier onze gebouwen kijk, die waren echt hard aan renovatie, dan wel vernieuwing toe. We hebben hier een tribunegebouw met 4 kleedkamers. Die worden nu alle 4 gerenoveerd en er komen 2 nieuwe bij. Het verhaal loopt goed. Ze zijn ook op schema, heb ik begrepen. Achter hebben we ook nog 8 kleedkamers. Die waren eigenlijk volgens ons niet meer voor renovatie geschikt. Maar de gemeente heeft toch daarvoor gekozen. Nou, als je nu naar het resultaat kijkt, dan ziet het er ook daar netjes uit. Maar het blijven gebouwen die te laag zijn, gangen die te smal zijn. Dus we hadden die gebouwen liever vernieuwd gezien. Maar al met al denken we dat we zo dadelijk, en volgens aannemer is het nog steeds zo dat de deadline 12, 13 september dat die gehaald wordt, dat we dan 2 gebouwen hebben die waar we, ze hebben gezegd van nou, ze moeten 15 jaar mee kunnen. Nou, wij denken wel, zoals ze er nu uit kunnen komen zien, dat die 15 jaar mee zullen gaan. Ja, niemand kan in een kleedaccommodatie, niemand kan douchen, dus er zijn allemaal dingen die thuis moeten gebeuren. We spelen gelukkig met ons eerste in het weekend van 15 september pas thuis. Dus als de deadline van 12, 13 september gehaald wordt wat oplevering betreft, dan kan de eerste thuiswedstrijd in de nieuwe kleedaccommodatie die hier achter ons staat, kan plaatsvinden.